We gingen op pad en vroegen een aantal jongeren over hun kennis van de Europese Unie. Geen flauw idee. Nee, echt niet. Komen die niet in Brussel samen? Ja. Ik weet niet. Ja, ik weet er echt niets van. Ik weet ineens niet wat dat is of zo. Maar ik weet daar eigenlijk niet echt iets speciaals over. Ja, nee. Nee, ik weet dat eigenlijk ook niet juist dat die Belg, ja... president is van de Europese Unie, maar verder weet ik daar niets van. Ja, jongeren weten echt niks van de Europese Unie. Hebt u ook dat gevoel? Bij sommige jongeren is dat inderdaad misschien het geval. En ik denk dat men dat zelf in het algemeen mag zeggen. Vrees ik. Dat is iets wat ik spijtig vind bij zelf. Maar, ja. Dat interesseert de meesten ook niet. Politiek, dat is zo... Ja, dat is voor oudere mensen. Maar ja, als ze 18 jaar zijn, moet je gaan stemmen. En als ze daar niet van af weet, dan maakt dat eigenlijk... Ja, dan heeft dat niet veel effect. Maar de verkiezingen daarentegen... zijn dat iets bekender bij de jongeren. Voor de federale verkiezingen gaan stemmen. Zo voor België alleen, maar ook voor de Europese, dacht ik. En dat is om een nieuwe commissievoorzitter voor te verkiezen. Zo gelijk wat dat nu Barroso is, denk ik. En ja, ik weet dat Guy Verhofstadt kandidaat is voor de Liberalen. Dat is onlangs nog in het nieuws geweest. Maar voor de rest, ja, dat is denk ik. Dat is mijn idee. Die gaan stemmen en die eigenlijk geen flauw idee hebben op wie dat stemmen. Dat ze eigenlijk meer op een persoonlijkheid stemmen dan op een politieke beweging. De jongeren hebben zelf een idee om politiek dichter bij hun leefwereld te brengen. Dus ik denk dat is zeker een uurtje politiek in het lessenpakket, ik denk dat dat wel iets positiefs zou zijn. Ik heb daar nog niet specifiek iets over gezien eigenlijk. Ik denk dat dat toch wel een keer tof is om daar iets meer over te weten ook. En anders misschien een bezoek zo aan het parlement in Brussel. Allee, ik denk dat ook wel anders. Ja, gewoon net zo gelijk standaard wiskunde in Nederlands. Zo misschien samen met een andere vak of zo. Politiek, ja. Dat zou wel interessant zijn.